Nou, het cybersecurity debat is een uitzending van 1,5 uur lang waar we stilstaan bij de thema's rondom cybersecurity. Dan moet je wel denken, wordt er te laat ingegrepen bij hackende jongeren? Hoe zit het met open source als onderdeel van supply chain attacks? Jij kunt dat volgen en hierbij zijn en uiteindelijk met hele mooie sprekers wordt er gedebatteerd over mensen die het voor of tegen zo'n stelling zijn. Vandaag staat er op het programma in het debat natuurlijk dat de sprekers met elkaar in debat gaan, maar ook interactief met de kijkers. Straks worden de stellingen online gezet waarbij de kijkers mee kunnen stemmen wat zij vinden en dat wordt dan ook weer besproken in de uitzending zelf. Het leuke aan het cybersecurity debat vind ik is dat je allerlei verschillende mensen hebt met verschillende perspectieven. Iemand die verantwoordelijk is voor de beveiliging van de Nederlandse spoorwegen. Iemand die zelf betrokken is bij allerlei purple teaming, oftewel aanvalsimulaties. Mensen die bijvoorbeeld als advocaat werken. Dus de sprekers maken het volgens mij heel interessant door de verschillende perspectieven die zij vanuit het vakgebied hebben. Dit event is enorm belangrijk omdat het aan de hand is elke dag. Je hoort het in het nieuws, cyberaanvallen zijn overal. En het is niet een kwestie of, maar wanneer je als bedrijf getroffen wordt. En dan wil je natuurlijk zoveel mogelijk weten, hoe kun je daarop voorbereiden?